Hoi, leuk dat je kijkt. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jantine van Vrolijk Haakmeisje en geen idee welke vlog het is, maar volgens mij komen we richting de 50, dus dat gaat de goede kant op. Superleuk. Ik ga je vertellen over de projecten waar ik mee bezig ben. Ik heb iets af, ben met dingen bezig. Ik ben op de handwerkbeurs geweest vorige week donderdag. Ik ga over de September 18 box iets vertellen, de nieuwe box. En ik heb nog een heel leuk nieuwtje. En ja, dat is het filmpje van vandaag. Nou, begin altijd met wat ik aan heb. Ik heb een topje en een jurk aan van Tante Betsy. Met de granny, de zeshoekige gehaakte lapjes. Daaroverheen draag ik de Mariah cardigan, die heb ik van de zomer gebreid. Maar die kan natuurlijk ook prima in de herfst en in de winter. Dus lekker setjes bij elkaar, lekker roze, lekker vrolijk. Deze oorbellen heb ik zelf gemaakt. Ik maakte er eerst een heleboel als steekmarkeren voor het tuinhandwerkfeestje. En toen dacht ik, nou, een setje als oorbellen is ook leuk. Dus... dat. Nou, ik ga eerst over de handwerkbeurs vertellen. Vorige donderdag was ik naar de handwerkbeurs met mijn moeder. Heel gezellig. En ik heb niet veel gekocht, maar wel een paar hele leuke dingen. Het was vooral heel leuk om weer heel veel mensen te zien die je niet vaak in het echte leven tegenkomt. Ik heb Mirjam Molenbeek uitgebreid gesproken. Ik heb Kimberly van Just Kimberly gesproken, Lia van het Koperdraadje, Bol, Hobby, ik ga het zo even opzoeken, een hele leuke pin heb ik gekregen, ja, Bol Hobby, dan ben ik alleen je eigen naam kwijt, maar ik kreeg een hele leuke pin. Ik ben aan het tellen, nou, superleuk, kun je het hier scherp stellen. Zo wel, denk ik. Die deelden ze uit aan iedereen. Heel leuk. Even denken, ik kwam Karin en Claudia van Gek op Haken nog tegen. Nou ja, zo heb ik echt best wel heel veel mensen gezien en gesproken. Superleuk. Nou, wat kocht ik daar? Bij een knopenkraampje kocht ik donkerroze en lichtroze knoopjes. Alvast bedacht van, nou ja, mocht ik weer eens een vest gaan breien of haken, dan heb ik hier alvast leuke knoopjes. Ze waren daar namelijk erg goedkoop. Dus dat is wel een voordeeltje. En verder kocht ik alleen nog iets bij Lia van het Koperdraadje. Ze had namelijk zelf een heel leuk truitje aan. En de dame die haar hielp had echt een prachtig lang vest aan met allemaal gekleurde strepen. En die hadden ze gebreid van de Koperdraadje DK Fluff. En ik heb deze twee kleurtjes meegenomen. En van twee bollen kun je dus al een vest breien. Je gebruikt namelijk hele dikke naalden. Ik heb ook het patroon erbij gekregen omdat ik de wol kocht. Ja, je breidt op 10 en 12 mm. En 2 strengen is dus voldoende. En dan kun je dit vestje mee breien. Het wordt dan wel een kort vestje, maar dat is prima, want daar hou ik wel van. Die mevrouw had een lang vestje aan. En dat ga ik met deze twee kleurtjes doen. Ik denk streepjes, misschien iets met bubbeltjes, maar dat weet ik nog niet precies. Dus, dat was super leuk. Deze stopte Lia er nog bij in de tas. Ik snel afgeleid? Nee hoor. Oh kijk, wol. Nou, deze dus. Superleuk. Hele mooie kleurtjes. En prachtig garen geverfd door Lia. En leuk is, Lia ken ik al heel lang, maar ik heb ze niet heel vaak gezien. Toen wij net getrouwd waren, zo'n 8 jaar geleden, volgens mij... Toen woonden we in Alblasserdam en daar had Lia toen nog haar winkel. Die heeft ze inmiddels niet meer en wij wonen niet meer in Alblasserdam. Maar doordat ik daar met mijn moeder toen heen ging, ben ik eigenlijk begonnen met breien. Dat was het eerste wat ik deed, een sjaal breien.
vond ik toen toch wel een beetje saai. Dus uiteindelijk ben ik meer gaan haken en kocht ik bij haar ook wolletjes om voor Ninte, die toen net geboren was, een mutsje en wandjes te haken. Dus het was heel leuk om haar nu weer eens te zien en te spreken. Ja, zet ik dit even neer. Dus dat was de handwerkbeurs. Was echt geslaagd en lekker dichtbij voor ons in Houten. Wat heb ik af? Ik heb één projectje af. En ik vind hem zelf heel leuk. En toch weet ik het nog niet helemaal. Kijk, ik heb dit gehaakt met hele leuke kleurtjes wol. Strengetjes sokkenwol. Eigenlijk is het een lange ovaal die je haakt. Steeds een toertje eromheen. En aan het eind leg je hem dubbel en naai je hem of haak je hem dicht. Ik heb hem gevuld en het is dus een regenboogje. Nou ben ik benieuwd, zie jij hier ook een regenboogje in of had je echt zoiets van, wat is het? Als iedereen dit namelijk een regenboog vindt, dan vind ik het ook. Maar mijn man die zag hem staan op de schouw van net, die zegt, leuke jukebox staat daar. Nou, oh, en nu weet ik het niet meer. Is het nou wel herkenbaar als regenboogje of niet? Nou, laat het me weten. Hij is in ieder geval super zacht, heel schattig, leuke kleurtjes. Lekker klein, dus hij kan heel goed als een soort knuffelkussentje in een ledekantje of leuk op een plankje in een kinderkamer. Ik heb deze gehaakt voor Gek op Haken, want er komt een nieuwe haakagenda aan met ja, het thema regenbogen. Dus, nou, ik ben benieuwd. Het patroon is helemaal uitgewerkt, dus ik hoop eigenlijk wel dat iedereen hier een regenboog in ziet, want anders heb ik het voor niks gedaan. Maar hij is wel echt super schattig. En lekker zacht. Dus dat heb ik af. En waar ben ik mee bezig? Nou, met mijn adventkal ben ik mee bezig. Het vierde kleurtje aangehecht inmiddels. En daar ben ik lekker mee aan het haken. Al heb ik daar de afgelopen dagen niet echt, ik heb sowieso de afgelopen dagen niet heel veel gehandwerkt. Ja, aan iets anders wel een beetje. Maar zo wordt hij dus. Nou, superleuk. En ja, die zal nog wel regelmatig terugkomen, want het gaat niet super snel dit project. Ik heb ook nog gewerkt aan mijn Granny Stripe deken. Volgens mij heb ik er uiteindelijk één kleurtje aan gedaan. Het gele kleurtje is er aangekomen. Maar ik heb nu dus het project echt in een kratje gedaan. Daar heb ik dus al die handwerkbeurs dingen bij gemikt. Even kijken. Zo. Maar ik heb ze nu in een kratje gedaan. En een briefje erbij met de volgorde van de kleuren. Oeps. Okergeel heb ik nu dus gedaan. En dan weet ik nu wat ik hierna mag gaan haken. Dus, nou, die ligt gewoon klaar om altijd tussendoor te kunnen doen. Dat gehad. En dat gehad. Daar ben ik nog meer mee bezig. Nou, met mijn sloffen. Ik draag nog steeds die sloffen met het gat. maar de eerste slof schiet al aardig op. Ik ben uiteindelijk wel opnieuw begonnen, want ik had toch een foute teen. Ik had een teen waarbij ik elke toer ging meerderen. Ik dacht, ja, bij dikkere wol hoef je dan misschien niet een toer ertussen te doen. Maar natuurlijk moet dat gewoon wel. Want de teen werd heel breed. En daardoor trok ik hem aan en had ik naast mijn tenen twee bulpjes. Dus ik heb hem uitgehaald, een nieuwe teen gebreid. De voet zit erin, de hiel zit erin. En ik ben nu bezig met, vanaf de steekmarkeerder, met het been. En die mag echt nog wel een stukje verder. En dan komt er een boord. En ik wil eigenlijk een boord die je dan dubbel kan slaan. En waarbij nog steeds lekker echt een stuk enkel is bedekt. Dus dit keer twee eigenlijk nog erop. Maar hier heb ik gisteren volgens mij vlak voor het eten een kwartiertje aan gewerkt. Denk ik. Dus gisteravond had ik koor en was ik er niet. Dus ik denk als ik hier vanavond of vandaag een keer lekker aan werk, dan vliegt hij van mijn naam.
Nou, ik hou gelijk bij hoe ik het doe, want dat heb ik ook wel eens niet gedaan. En toen moest ik bij de tweede sok, of in dit geval slof, helemaal uitzoeken van oh, hoeveel steek had ik opgezet? Oh, hoeveel toeren been of voet had ik eigenlijk? Nou, heb ik nu opgeschreven en dat moet dus goed komen. Dit heb ik nog over van de eerste streng. Die was echt best wel heel erg dik, dus ik verwacht dat er echt nog wel een hoop van in de slof terecht komt. Deze wol heb ik gekocht bij Etna. Volgens mij is het de Jerbo, maar ik weet weer niet. Wacht, ik ga hem even pakken. Dat is beter. Ik wou zeggen, ik weet de naam niet, maar de tweede streng lag in de buurt. Deze is het. De Jerbo Svensk Ull 4 Trp. Dat betekent dus wol met vier gesponnen draadjes bij elkaar. Nou, lekker stevig wollen draadje. Echt, zit echt heerlijk aan mijn voet. Ik hoop wel, daar heb ik natuurlijk niet op gelet, dat het een beetje slijtvast is. Nou is het 100% wol, dus ik ben wel een beetje bang dat het snel slijt. Maar het is wel dikker natuurlijk dan sokkenwol. Dus nee, dat gaan we zien. Ja, leuk projectje en ik hoop die eerste sok, nou ja, morgen of overmorgen af te hebben, dan kan ik snel aan de tweede beginnen. Hopla! Zo, wat heb ik dan nog? Oh ja, een cadeautje dat ik heb gekregen. September 18 box en een nieuwtje. Ik ga het nieuwtje vertellen, daar heb ik zin in. Ik zit al heel de tijd te bedenken en hoe ga ik dat vertellen en wat is leuk. En ik heb eigenlijk nog steeds niet bedacht wat leuk is om het, wat een leuke manier is om het te brengen. Dus ik ga het gewoon vertellen. Het nieuwtje is dat wij in juli een kleintje verwachten. Ik ben zwanger nu ruim 13 weken. En ik heb de ergste misselijkheid achter de rug. De buik groeit ook al aardig. En ik voel me gelukkig goed. En wij wachten dus ons derde kindje. En ik zal even een hier ergens een leuk fotootje invoegen. We hadden een leuke foto gemaakt met de kinderen om op een leuke manier te vertellen dat we een kleintje verwachten. Dus superleuk. En ik kan niet wachten om te beginnen met dingen te breien en te haken voor de baby. Ik wil eigenlijk eerst weten of het een jongen of meisje is. Dus daar moet ik even nog geduld op voor hebben. En dan kan ik lekker van die mini dingetjes gaan maken. Ja, daar heb ik echt wel zin in. En dus dat. En ik kreeg een lief cadeautje van mijn man. Rozen die nooit verwelken, die kunnen mooi bij mijn boeket. En dat was ook een beetje een knipoog cadeautje voor de zwangerschap. Ja, dus superleuk. Nou, dat dus. Even denken wat ik nog wil vertellen. De September 18 box. Ja, er is gisteren een nieuwe box gelanceerd van September 18. Misschien heb je hem al langs zien komen. En ik ga nu even een filmpje invoegen waarop ik met Jelte, dat was eigenlijk gisteren dus, de doos ging openmaken. En waar ik aan de slag ging met de box. En dan kom ik daarna even terug om het eindresultaat te laten zien. Hallo, wij gaan de nieuwe box van September 18 openmaken. De box van februari. En Jelte gaat laten zien wat daarin zit. Laat maar eens een beetje op. Wat zijn dat nou? Wil je op hier weer zitten, schat? Nee. Oh. Zo, waarom niet? Nee joh. Nou, laat zien. Wat is dit? Een kaars. Kaarsje? Ja. Die kan je inkleuren. Kan je die inkleuren? Ja. Echt? Ja. Dat is leuk. Hoeveel kaarsen zitten erin, joh? Vier. Een doosje. Vijf, zes. Nog een doosje. Zeven, acht. Nog meer doosjes. 9, 10, 11. Wow, kijk. 12
eventjes voorzichtig openmaken, want ik heb gehoord dat hier iets in zit wat er ook uit kan vallen. Dus ik moet heel voorzichtig doen, hè? Kijk. Mama. Zo. Kijk, je kunt het een beetje zien. Nou. Ja. Oh. Kijk. Geen proeven? Nee, het is geen eten hoor. Oh. Dit kun je kaarsen van maken. Die kunnen we straks gebruiken om de kleurtjes te maken. Oh. Een heel zakje voor. En is... Oh, oh, is er een gevallen? Oh nee. Nee, niet opeten. Maar ik ruik alleen. Dan hij was als ik een proef. Als ik hem ga eten, dan ga ik lekker chocolaatjes. Het lijkt wel chocola, hè? Kijk, wat zijn dat voor dingen in die zakjes? Laat eens zien voor de camera. Huh? Zit er eens allerlei in? Zo, dat zijn joh. Er zit iets in. Volgens mij is dit de kleurstof. Kun je daarmee het kleuren? Ik ben heel benieuwd welke kleuren dit dan worden. Vier kleurtjes. Nog iets. Nog iets. Dat zijn stokjes. Ik denk om door de kleuren te roeren. Aha. En daarin kunnen we denk ik de kleurtjes mengen. Nou, hebben wij alles laten zien. En het is een doos. Zit je vast? Ja. Die is samengesteld door Daffy. Van Daffy's DIY Kids. Wat is die aan? Heel leuk. Dat was toen het zeep maken was ook bij Daffy's. Die box kun je nog steeds ook bestellen volgens mij. Kijk hoe je met via September 18. Nou, hier kan ik dus de handleiding vinden. En kan ik ermee aan de slag. Superleuk. Wij gaan even samen... kaarsen maken dan, hè? Ja. Kijk eens naar de camera. Zin in? Ja. Met je stoere bril? Iedereen zal wel zeggen, hé, hey, heeft Jelte een bril? Ja, Jelte. Kun je alles goed zien? Blij mee, hè? Hij staat je ook fantastisch. Knap het? Nou, wij gaan aan de slag. Kom maar. Het duurde best een tijd voor de wax gesmolten was. Nou, hier zit nog wat in. In het pannetje nog heet water. Dus ik kan hem zo weer opwarmen. Ik heb hier wat wax ingedaan. En hem de helft van dit kleurtje chip toegevoegd. Ik dacht dat het bruin was, maar het is rood. En het droogt dus roze op. Kijk hoe leuk! Superleuk! Ik ga er een aantal aan de bovenkant dippen en een aantal aan de onderkant. En ik ga er een paar met dit stokje met puntjes doen. Of hartjes of iets dergelijks. Ga ik proberen. Maar ik ga gauw verder, want anders dan stolt het. Het zou jammer zijn. Nou, volgens mij zit er meer dan genoeg in. Ik zal even laten zien hoe ik dat doe. Ik wil hem, kijk, als ik hem zo doe, dan is die maar een klein stukje. Dus ik hou hem straks schuin en dan draai ik de kaars even rond. Zodat hij wat meer... Pakt hij wat meer kleurstof. Nou, prachtig. Het droogt ook best wel lekker snel op. Superleuk. En dan zet ik hem eerst rechtop. Zodat hij even vrij is van de, ja, van de ondergrond. Zo, moet hij niet omvallen. Ja, top. Nou, superleuk. Ik ga lekker verder. Zo, nou, dat was het maken van de kaarsen. En die heb ik dus hier voor me liggen. Ik heb uiteindelijk een paar verschillende samenstellingen. Nou zijn ze niet allemaal heel goed gelukt. Ik ga dus eerst even eentje laten zien die ik wel heel erg mooi vind. Dat is deze. Kijk, de bovenkant is licht roze. En de onderkant een beetje lila. In het echt kleurt hij iets... helderder dan op beeld. En in het midden is die dan nog wit. Nou, deze is iets minder goed gelukt. Toen was de roze al iets aan het stollen en heb ik hem er toch nog in gedipt. Maar hij is best wel dik en korrelig. Ja,
eruit gekomen. Maar goed, maakt niet uit. Als ik hem opbrand, dan begint hij toch hier. Bij deze is dat hetzelfde, maar dan met de paars aan de bovenkant. Maar goed, de meeste zijn hartstikke leuk. Kijk maar. Sommige heb ik ook gewoon maar aan één kant gedipt, alleen boven. Want ik dacht, ik zet ze vaak in een gekleurde kaarsenhouder. Dus dan is het leuk als het er boven weer een kleurtje terugkomt. Nou, ik heb uiteindelijk 12 kaarsen gemaakt. En die paarse kleur, die stolde nog sneller. Dus op een gegeven moment kon ik niet meer dippen. Maar toen ben ik nog wat gaan experimenteren met druppeltjes. Dus deze is aan de onderkant roze en heeft daarboven allerlei druppeltjes. Bij deze heb ik nog wat geprobeerd met hartjes. Maar die werden niet heel netjes. Maar goed, het idee is leuk. En deze heeft nog een paars randje gekregen. Maar het was wel echt heel erg leuk om te doen. En ik heb nog 2 bakjes over. Ik heb nog de helft van de wax over om het dus uiteindelijk nog een keer te kunnen doen. En ik heb ook de kleurchips nog over. Dus wil je een keer experimenteren met kaarsen, zelf kleuren, dan is dit echt een hele leuke kennismaking eigenlijk met deze techniek of manier van maken. Dus, nou, deze box kun je nog bestellen tot 31 januari. En dan op 1 februari gaan ze kijken wie er allemaal een box heeft besteld. En dan wordt in de loop van februari de box opgestuurd. Je bestelt deze box dus bij september 18. Als je de code VROLIJK15 gebruikt, dan krijg je 15% korting op een losse box. Of op een abonnement. En deze box heb ik uiteraard gekregen. Dat is wel netjes om erbij te vermelden. Ja, dus. Nou, helemaal leuk. En laat het me zeker weten als je die box ook gaat maken. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, volgens mij heb ik nu echt alles gedaan en verteld en laten zien. Ik heb vanmorgen geschilderd. Ik ben de afgelopen weken niet heel actief geweest op social media. Het waren een beetje drukke weken. En vanmorgen ben ik begonnen met onze slaapkamer te schilderen. We willen daar even wat andere kleurtjes. Dus we hebben achter ons bed een wand met allemaal bruine houten planken. Die hebben we toen een soort, geen whitewash, maar greywash. Of dan een bruine bijts gegeven. En die hebben we nu juist, heb ik vanmorgen whitewash opgesmeerd. En even wat frissere dingen. En ik ga zo eens even behang bestellen, want ik wacht ook wel een nieuw behangetje op. Dus dat is wel leuk, een beetje fris. Nou, volgens mij was dat het hem weer. En ik kom even mijn buik laten zien. Kijk. Dat wordt al een klein bolletje. Leuk, hè? Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En ik vind het altijd superleuk als je een reactie achterlaat. Of iets anders. Een duimpje omhoog mag ook altijd. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei!